Ik ben Carla en ik ga jullie laten zien hoe je dit gedicht kunt vertalen. Het gaat om Martialis Liber Spectaculorum 1.2. Zoals altijd al, eerst kijken uit hoeveel zinnen hij bestaat. Nou, deze zin, ubi, ik zie een voegwoord, dus dit is een bijzin. Dit is een onderschikkend voegwoord, ubi, en dat is dus een bijzin. En hier heb ik een pv, mooi, dat is dus een zin. En hier staat weer een voegwoord. Dus dat betekent, dit is een bijzin. En die, waarom wil je nog niet? En dit is de pv daarbij. Dus hier begint een nieuwe zin bij de et. En ik heb een pv. Dus deze zin, deze bijzin, denk eraan dat het een bijzin is. Et verbindt twee gelijkwaardige zinnen. Dus omdat ubi een bijzin is, is deze et-zin ook een bijzin. En die, daar moet je ook ubi bij denken. En er staat een werkwoord in en hier een komma, dus deze zin is af. Dat betekent dat hier dan de hoofdzin komt met een pv, radiaband. En deze una, que, denk eraan dat de que staat. Que verbindt twee gelijkwaardige dingen of twee onderwerpen, twee lijnvoorwerpen. Maar hier staan niet twee dezelfde dingen voor en na que. Denk eraan que is et ervoor. Dus regis en una zijn niet hetzelfde. Dus deze verbindt twee gelijkwaardige zinnen. De vorige zin is een hoofdzin en dus is dit ook een hoofdzin en er staat netjes een pv in. Dus vier zin. Nou, dan eventjes weer verder kijken naar de andere, naar de rest van de naamvallen. Kijk, zoek ook even de woorden op, dan kun je meteen zien welke naam, welke groep het hoort. En sidereus is een nominatieus. Propius is een bijwoord. Astra kan een nominatieus zijn, maar het is een accusatieus, want het werkwoord is een enkelvoud en astra zou dan meervoud zijn. Colossus is een nominatieus. Hier zie je dus dat er veel woorden staan tussen de twee nominatieusen, maar dat is typisch voor een poëzie. En dat maakt de poëzie lastiger om te vertalen. En daar moet je dus dubbel zo goed letten op de naamvallen. Media is een ablativus, is lastig even om te zien. Had ook een accusatieus kunnen zijn, ligt eraan waar het bij hoort. Maar ik weet al dat het bij via hoort. En via kan geen nominatieus zijn, want het werkwoord is een pv. Het is een woord van groep 8, van groep 1. Dus als het geen nominatieus kan zijn, is het een ablativus. Pegmata kelza. Zouden een nominatieus of een accusatieus kunnen zijn? Meervoud. Dus oké, dan weet ik nog niks. Dan is het handig om te kijken van het werkwoord in de vorige zin is enkelvoud. Hier staat ineens een meervoudsvorm. Dus er moet een onderwerp in staan, want anders weet ik niet wie dat meervoud is. Dus pegmata kelza kan mooi een nominatieus zijn. Dan invidiosa is een nominatieus die hoort bij atria. Is misschien dan weer lastiger om te zien. Radiare kan alleen geen accusatieus bij zich hebben, maar dan weet je alweer meer. Feri kan een nominatieus meervoud zijn, maar het is vreemd, want ik heb al een onderwerp in de onzijdige vorm. Dus het is dan een genitieus en regis is een genitieus, dus die twee horen bij elkaar. Una kan een heleboel dingen zijn, maar in dit geval is het een nominatieus. Dat is soms lastig om te zien, zeker bij gedichten, want er staat niet echt altijd iets achter waar je het kunt zien. En una hoort bij domus. Pas op, domus hoort bij groep 4, dus niet bij groep 2, want je zou kunnen verwachten dat domus een mannelijk woord is, maar domus is een woordje van groep 4 en is vrouwelijk. En dan hoort tota, is een ablativus bij in urbe. Die twee zijn dus lastig te zien, die una en die tota, dat die bij elkaar horen. Dit is ook een kwestie van weten wat het betekent. En dat maakt het wel makkelijker. Nou, vier zinnen. Mooi. Dan ga ik ze even alles bij elkaar zetten. De eerste zin. Sidereus colossus. Dat betekent de colossus met een stralenkrans. Nou, wat doet hij? Het werkwoord videt. Hij ziet. Oké. Wat ziet hij? Hij ziet de sterren. En ubi en hic. Ubi, hic ubi betekent hier, waar. En propius betekent dichterbij. Mooi, dan heb ik mijn zin. En dat betekent dus hier waar de kolossos met zijn stralenkrans, zijn verzin ik erbij, dat mag, als je zeker weet dat dat van hem is, de sterren van dichterbij ziet. En denk eraan dat
dat het dan weer diezelfde obi... Wacht even, en die hoeft niet te zaakjes. Denk ik aan dat dezelfde obi hierbij gedacht kan worden. Dus dat het een bijzin blijft. Hier, waar. Kan ik beter opschrijven. En dan... Kluskund is zij groeien. En media via is een ablativus. Dat betekent de middelste weg. En pegmata kelza zijn de hoge stijgers. Nou, wat betekent dat dan? En waar zou je erbij kunnen zeggen? De hoge stijgers. Liever niet hoge stijgers groeien. Dat zou nog kunnen. Maar ik heb liever er iets tussen, omdat het een bijzin is. Media via, de middelste weg. Het is een ablativus. En bij een ablativus zonder voorzetsel moet je altijd zelf een voorzetsel erbij verzinnen. Dat kan zijn door met in, op, vanaf. Dus wat klinkt hier het leukste? En waar de hoge stijgers groeien? Door de middelste weg, in de middelste weg, op de middelste weg. Vanaf de middelste weg. Op de middelste weg klinkt hier wel leuk. Alleen die middelste weg die zit me een beetje dwars. Hoezo? Zijn er dan drie wegen of zo? Denk eraan dat je bij middelste, hoogste, laatste... kun je vaak het predicatief vertalen. Dus dan kun je zeggen hier niet de middelste weg, maar het op het midden van de weg. Of predicatief, ik bedoel dominant vertalen. De middelste is niet de weg is niet het belangrijkste, wat je zou verwachten omdat het een zelfstandig naamwoord is. Maar het gaat om dat middelste. Dat is het belangrijkste. En daar maak je een zelfstandig naamwoord van. En dat is het midden. En dan krijg je dus op het midden van de weg. Groeien. Groeien. Sorry. Tegenwoordige tijd. Dus denk dan, middelste weg verander je in midden van de weg, omdat er niet sprake is van drie wegen. En dus heet het dan dominant vertalen van media. Dan de hoofdzin. Dan komt de hoofdzin. Wat is de hoofdzin? Invidiosa, atria, regis, feri. Die horen bij elkaar. Dus het gehate paleis van de woeste koning. Wat doet die? Paleis, eigenlijk, atria zijn eigenlijk ruimtes, kamers. En heel veel kamers bij elkaar, dan heb je een groot huis, dus vandaar een paleis. Maar vandaar ook dat er een werkwoord in het meervoud staat. Want eigenlijk gaat het over kamers. Maar het straalde. Ik maak er nou even enkelvoud van, want die kamers die worden een paleis en dat straalde. Denk eraan dat het een imperfectum is, dus hij blijft stralen. Hij is aan het stralen. Het is een blijvende toestand, een langdurige toestand. Dus waar die kolosse staat, daar straalde het, even denk eraan dus dat er zinnetjes vooraf gaan, straalde het paleis van de woeste koning. En er was nog iets aan de hand, unaque, una domus hoort bij elkaar, één huis met nog een endje erbij en één huis, en wat deed dat één huis? Dat stond en tota in urbe betekent de hele stad. Ik weet nog niet wat waar ik ermee moet doen, ik heb wel zo vermoeden, maar oké, daar ga ik straks pas over nadenken. En we hebben nog het woordje jam, dat is al. Dus dan krijg je en één huis stond al in de hele stad. Volgende zinnetje. Ook weer een hic ubi, dus dat is weer een bijzin. Conspicui is een genitivus. Venerabilis is een... En nominativus. Amphitheatrie is een genitivus. En denk eraan, hier staat geen komma. Dit is een gedicht. Dus heel vaak heb je dan vers eind is regeleind. Maar hier niet. Er staat geen komma. Dus de zin loopt door. Denk eraan. Irrigitur moles. En stagna neuronis is wat. Hier staat een komma. Irrigitur is een pv. En moles is een nominativus. En dan moet je... En dan moet je gaan nadenken. Is dit nou een nieuwe zin of is dit een bijstelling? Nou, dat is altijd lastig, want hier staat geen voegwoord. Er staat alleen maar een komma.
Je hebt aanziende tonen waarbij er geen voegwoorden gebruikt worden. Ja, dat is leuk. Maar erand is een nominatief. Sorry, wacht even, zitten we in dat nare gevalletje. Nee. Gaat er nou uit. Erand is een PV. Dus hier staat een nieuwe PV in. Dat betekent dat dit een nieuwe zin is. En die begint dus na de komma, begint een nieuwe zin blijkbaar. En dat is een hoofdzin, want dit is deze ubi is een onderschikkend voegwoord en dat is een bijzin. Hier staat geen voegwoord, dus hier begint de hoofdzin. Stagna is een nominatief en Neronis is een genitief. Nou, wat krijg je dan? De venerabilis moli conspicui amphitheatri. Denk eraan, een genitief hoort altijd bij hetzelfde ondernaamwoord dat er in de buurt staat. Vaak staat het ervoor. Dus vandaar, de venerabilis moles conspicui amphitheatri betekent het eerbiedwaardige gevaarte van het opvallende amfitheater. Erigitur, passief, denk eraan, het wordt opgericht. En de hic ubi hebben we nog, en dat is dan de heer waar. Erigitur is trouwens de PV, was ik vergeten. Als totaal krijg je dan hier waar het eerbiedwaardige gevaarte van het opvallende amfitheater wordt opgericht. Nou, wat gebeurt er dan? Ik moet een hoofdzin hebben. Stagna Neronis erant. Erant betekent zij waren. Stagna zijn de vijvers van Nero. Dus krijg je waren de vijvers van Nero. Hier waar het eerbiedwaardige gevaarte van het opvallende amfitheater wordt opgericht, waren de vijvers van Nero. Volgende zin. Nog een hierwaar. Triplon, denk eraan. Drie keer. Hic ubi is dus weer een bijzin. Ubi is weer dat voegwoordje. Miramur is een PV. En dat betekent dat waarschijnlijk hier een nieuwe zin begint. En dat klopt, want hier staat een PV. En deze zin is dan de hoofdzin. Want je hebt altijd een hoofdzin. Je hebt nooit een bijzin. Bijna nooit een bijzin alleen. Velocia munera thermas is zijn een actievus. Miseris is een dativus of een ablativus. Ik weet wat er staat, dus ik zeg een dativus. Maar als je zegt ablativus is ook niet erg. Want je vult die toch hierin bij dativus, ablativus met puntje, puntje. En dan merk je zelf wel wat het is. Superbus ager is een nominativus. En tecta is een actievus. Kan ook een nominativus zijn, maar het werkwoord is een enkelvoud. En tecta zou dan meervoud zijn. De eerste zin. Miramur, pas op, het is een deponent. Dus hou hem alsjeblieft actief. Wij bewonderen. Pas deponent weet je nog, hè? Passieve vorm, actieve betekenis. Velocia munera thermas, dat betekent eigenlijk velocia munera weer bij elkaar te nemen en de thermas. Dus snelle geschenken, de termen. En dan krijg je weer hier waar. Wat wordt dit zinnetje dan? Hier waar wij de termen, natuurlijk gaat het over de termen en niet over de geschenken. Snel gebouwde, snelle geschenken. Ze bedoelen eigenlijk mee snel gebouwde geschenken. Bewonderen. En dan komt het hoofdje in. En wat was het dan meer? Abstoelenrad is hij had weggenomen. Plus kwam perfectum, denk eraan, erat uitgang. Hij had weggenomen, wat had hij nou weggenomen? De daken, oftewel de huizen, pars pro toto, de huizen, miseries, de ongelukkigen en de superbus ager, de trotse akker. Wat wordt daarmee bedoeld?
dat kun je dus beter, de trotse akker kun je beter veranderen in. Nou ga je dus nadenken over een beetje begrijpelijker Nederlands maken. En vooral in het eindexamenboek staat dat je die trotse akker kunt vertalen met een. Eerst even kijken. Hier waar wij de termen als snelgebouwde geschenken bewonderen, begin je daarna natuurlijk met het werkwoord. Had een hoogmoedig, een trots stuk land de daken ontnomen. Oeps, ontnomen aan, daarom dus die datius, de ongelukkigen. En dan de volgende zin. Claudia, ook hier nog steeds een waar, dus dit is ook weer een bijzin. En dan is hier, en die loopt tot en met die komma. Klopt dat? Is hij dan af? Ja, hij is af, want er staat een pv in. Dus dan zal hier wel een hoofdzin staan. En daar staat het werkwoord erad in. Oeps, erad. Dus twee zinnen. Een hoofdzin en een bijzin. Het begint met een bijzin en dan een hoofdzin. Waarom een bijzin? Nou, ubi. Ubi is weer dat voegwoord van de bijzin. Claudia, Portricus hoort bij elkaar. En umbras is een axtilis, diffusas is een axtilis, ultima pars is een nominativus, aulai deficientis is een genitivus. Mooi, dan gaan we weer. Ubi betekent waar. Claudia Porticus is de porticus van Claudia. De Claudiaanse porticus of zoiets. Van Claudius, sorry. De porticus, de Claudianus. Eigenlijk de Claudische porticus. Maar oké, de porticus van Claudius. Die explicat verspreidt. En wat verspreidt hij? Hier kun je misschien beter zeggen, spreidt uit. Want anders krijg je twee keer hetzelfde woord namelijk. Spreidt uit. En wat doet hij? De verspreid zijn de schaduwen. De verspreid zijn de schaduwen. Dus dan krijg je waar de porticus van Claudius de verspreide schaduwen. Zijn, er hoeft er nou niet bij, het kan mooi zo, gewoon lekker kort. Waar de porticus van Claudius de verspreide schaduwen uitspreidt. Puntje, 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 daar komt nou de hoofdzin. Ultima pars, het laatste deel van de aula deficientes van het aula kun je ook al vertalen als paleis en deficientes ophoudende. Dus van het ophoudende paleis eigenlijk. Nou, hoe maak je daar mooi Nederlands van? Waar de porticus van Claudius de verspreide schaduwen uitspreidt, was... Oh, wacht even, ik moet nog de rest natuurlijk doen. Het was... Was het laatste deel van het paleis dat ophield. Je kunt ook zeggen... Het paleis aan het uiterste eind vrij vertaald. Maar zo kan het ook. Daar stopt het paleis. Volgende zin. Reddita. Reddita is een pv in de hoofdzin. Eerst even de eerste stap. Hoeveel zinnen? Nou, ik heb hier est, een pv. En ik heb hier sunt, een pv. En ik heb hier een voegwoord, et. Een nebeschikkend voegwoord. Dus dat betekent dat dit gewoon een hoofdzin is. En nog een hoofdzin, twee. Die delicia populi staat tussen comma's, maar dat is geen zin, want er staat geen werkwoord in, dus die hoort er nog bij. En dan heb ik quai, een betrekkelijk voornaamwoord, en dat is dus wel het begin van een nieuwe zin. En dan heb je hier het werkwoordje. Denk er dus aan dat alles wat tussen comma's staat, hoeft niet per se een nieuwe zin te zijn. Het kan een opsomming zijn van een aantal dingen, of zoals hier een bijstelling bij, iets, het, bij het woord dat ervoor staat, of het is een vocatieus. Kijk altijd of er misschien een opsomming is of dat er een. En kijk even of er een werkwoord is. Als er geen werkwoord is, dan is de kans veel kleiner dat dat een aparte zin is.
Drie zinnen dus. Nou, redita is een nominativus of een ablativus, maar dat zal wel niet hier. Roma is een nominativus, sibi is een dativus. Als ik dat zo bekijk, redita, nominativus en est, het is een werk, het is poëzie, dus alles staat niet zo dicht bij elkaar als het zou horen in het Latijn van het proza. Dus ik vermoed dat redita een PPP is en samen met est een werkwoordelijk gezegde vormt. Kan dus alleen maar als er est staat als PV en redita is een nominativus en hoort bij het onderwerp. Dus dat kan. In proza zou het bij elkaar staan, in poëzie kan het uit elkaar staan. T kan een accusativus of een ablativus zijn, maar omdat het precie erbij staat, denk ik dat het eerder een ablativus is. Waar is mijn kleurtje? Daar. Caesar is een aanspreekvorm. Deliciae populi. Als dit een bijstelling is bij Caesar, dan is deliciae ook dus een vocativus. Vocativus heeft heel vaak dezelfde naam als nominativus, dus is soms lastig te zien. Populi is een genitivus. Quae is een nominativus en domini is een genitivus. Mooi, dus Rome is teruggegeven, werkwoordelijk gezegd, hè? Redita est, en het is teruggegeven zichzelf, dus dan krijg je als zin Rome is teruggegeven aan zichzelf. En dan de volgende zin. Et sunt te presides Caesar deliciae populi. En sunt krijgen we dan natuurlijk de deliciae populi. Oh, wacht even, sorry. Nee, ik heb het fout gedaan. Oh, sorry. Deliciae is geen vocatieve, sorry, dat is soms lastig te zien. Het is een stom. Het is een nominativus. Want je kunt je afvragen, het is een nominativus. Deliciae. Zo, dat is beter. Dus dan krijg je en zij zijn. Kijk, waarom ik zo eens op kwam van, het is een nominativus. Als dit een meervoudsvorm is, en dat is een enkelvoudsvorm die Rome is teruggegeven, wat is dan het meervoud? Wat is dan het onderwerp van die zij zijn? Dus ik moet in die zin een nominativus hebben. Oké, dat is dan deliciae. En deliciae betekent de genoegens. Genoegens van het volk. En hier is een probleempje, dat komt later wel. Als je in kijkt, dat komt even later wel. De genoegens van het volk. En dan krijg je te praeside. Dit is een lastig stukje namelijk. Lijkt even makkelijk, maar het is een lastig stukje. Betekent jouw leider. En dan hebben we nog de aanspreekvorm Caesar. En we hebben daarvoor nog het woordje en. Als je dan nu kijkt in de aantekeningen, staat erbij dat sunt met de genitivus betekent zij zijn het eigendom van. Dus oké, nou neem ik even de aantekening over. Zij zijn plus een genitivus betekent eigendom van. En die genitivus heb ik al, dus die vul ik allemaal in, is het volk. Dus wat je eerst zou denken dat het de genoegens van het volk is, logisch, want het staat achter elkaar, zie je door de aantekeningen, daar maak ik dit eventjes een lastig stukje, zie je door de aantekeningen dat van het volk hoort bij dat esse plus de genitivus. Nou, dan kijk je. De eerste zin was Rome is teruggegeven aan zichzelf, en dan komt nu door een andere hoofdzin, en de genoegens, Caesar, zijn eigendom van het volk. En die genoegens, daar wordt iets over gezegd. De genoegens quae, die, nominatieus, voorrand, zij waren geweest. En dan weer dat plus genitivus is eigendom van. En wat is die genitivus? Dat is hier de meester, de heerser. Zie je? Dus incorporeer ook de aantekeningen van het boek. En zeker als er iets bij staat met plus genitivus of plus dativus, is het handig om dat erbij te zetten op de plek waar dat bij hoort. En dan weet je wat je met die naamvallen moet doen.
Dus de genoegens zijn eigendom van het volk, de genoegens die eigendom van de meester waren geweest. En dat was deze zin. Dat was dit verslied, dit gedicht. Denk dan dat dus nu het skanderen helemaal is weggevallen. Het klopt niks meer van. Maar dat is op zich niet zo erg hier, want dit is hier de opdracht alleen maar om te vertalen. Houd dus in de gaten dat Martialis een dichter is en dat in poëzie alles wat meer door elkaar staat dan in het proza. Wacht even, ik was nog iets vergeten. Die Thaïprecide, bedenk ik net. Dus de genoegens César zijn eigendom van het volk. Deze was ik nog vergeten. Wat doe ik nou met die jouw leider? Het is een objectief. De genoegens zijn eigendom van het volk door jouw leider, César. Dat lijkt eerder op door jouw leiding of zo te zijn. Dat klinkt beter. In op met jou als leider zou nog kunnen. Dus ja, wat doe je daar nou mee? Nou, het was een objectief. Dus je kunt hier dan van maken. Wat klinkt het beste hier? Met jou als leiding of door jouw leiding, onder jouw leiding. Dat klinkt hier het beste, het meest logische. Dus door jou als leider. Door jou als leider. Wacht even, leider mag niet, want er staat geen... heb ik precies? Ja, door jou als leider kun je zeggen. Dan ga je die leider predicatief vertalen. En dat was het. Ik hoop dat het duidelijk geworden is hoe je zo'n zin dus aanpakt. Vergeet dus niet dat wat ik daarnet deed, dat je een woordje nog moet vertalen. Je hebt hem wel daar in dat tabelletje gezet, maar ik sloeg hem even over. Daar moet je dus wel even voor uitkijken voor deze fout. Maar het brengt hier hopelijk, laat jullie wel zien, dat het wat orde brengt in de chaos van alle woordjes van het Latijn. Dat was Liber Spectaculorum 1.2.